Het voetbalseizoen is een paar weken oud. De eerste oefen- en bekerwedstrijden zijn al gespeeld en er wordt weer volop getraind. Op het hoofdveld hangen de mooie blauw-witte netten in de doelen. En ook de kalklijnen zijn gezet. Bij de fietsenstalling is het onkruid inmiddels verwijderd. Maar de fietsgleuven laten nog even op zich wachten. Tot zover de stand van zaken op Sportpark De Lokhorst.